Vice-president Ronnie Brunswijk heeft vandaag met ons gesproken en ontdekt naar de vice-president over verschillende onderwerpen. Mijn loop van de moment van Fusserlande. Maar laat me alvast alle oma's maar in Sranang, maar ook wereldwijd, heel groot tapu. Mijn feliciteiten aan de Samuan Taki, naar de oma's maar de bezig naar de sociaal projecten via NGO. Dus maar ik kom op hier een vrouw met poorten van hieruit, dat ik denk door. Hoe zou ik die vrouw trangen? Alles wat een vrouw pakt. Dat is maar een vrouw die ik was aan in de stad, ik zie staan. Ja? Dus ik ben trots op die vrouwen. Ja? En met die vrouw, ik denk precies. Er is gesproken dat er meer wetgevingsproducten gemaakt moeten worden om het geweld tegen vrouwen te stoppen. Bent u ook voorstander hiervan? Nou, if wetgeving nog in place en geweld tegen vrouwen moet stoppen. En dat ben ik van overtuigd dat het ook gestopt moet worden. Om stop ja. Dat je van wetgeving neemt, ja, voldoende ruimte voor bestrijding. Voor stoppen, dan moet er wetgeving komen, ja. Ja, VP, hoe zie je dat net dus maar voor Purple Movement, de man die nog een petitie in en ze vinden van een positie vastraan aan vrouw, dan alle de prijsverhoging, benzineverhoging, aan moeilijk. Wat kunt u als VP zeggen? Welke garantie kunt u geven? Nou, als we praten over de positie van de vrouw, moet verbeteren. Ik weet niet, want hier in Suriname, dat ik bij genderbeleid. En dat is niet. Saf-saf, die man poer was in one day. Maar mis dat die saf-saf die ook in. En if inderdaad een vrouw, if je dat naar de winkel, die gaat naar de winkel en stak de prijs, hey, natuurlijk hebben ze gelijk, ja. Want misschien heb je ervaring dat je neemt bepaalde dingen worden duurder. Ja, dus de regering is bezig om een beleid hierop los te gooien. Je ziet dat die bepaalde winkeliers, de handelaar, die maar even misbruik voor haar situatie en gewoon niet meer verhogen. Want terwijl die koers op 57 of 7 zoveel was, de man begint de prijs voor 14 zoveel. Toen heeft de regering gezegd, dat goed ja, dan goed op een level dat hij 14, dat blijft het op 14. Nu gaan ze hoger. Dus er moet opgetreden worden. Ik ben moet op de cambio nu. Salamine voor VP van een model dat. Want dat pas straat die meid aan hier, moet op de cambio, wat dan de cambio. Nou, meneer, dat cambio na probleem direct. Want mijn hang is mijn schuld. Want we hebben jullie ook schuld naar onze refie. Dit cambio moet stappen. Dat betekent dat de overheid moet hebben money. Ik vind dat ik bijna cambio moet, maar soms kan ik daar kopen voor zoveel. Ik vind dat ik een koers naar 14 zoveel. Dat ik naar de bank ga. Ik vind ook 14 zoveel. Ik moet ook kunnen kopen bij de bank, maar ik ga naar de bank. En als je een spelpijf vindt naar cambio, je ziet dat al in cambio, daar heb je nog niks gedaan. Een structuur moet bouwen zodanig dat die een vertrouwen de en de centrale bank dat dit is de koers dat alle cambio's worden naar dat die. En dat betekent voor sommige dat die cambio's bekis money voor bijvoorbeeld voor centrale bank. Je krijgt geen van centrale bank toch? Dit is je koers, dit je hebt 10% van je winst, dat mag je wel gebruiken. Een cambio wil ik money voor een bank, maar de bank zelf heeft niet. Minister van de centrale bank abi. En dat is een probleem, onze servantstructuur. We beginnen met repatriatie voor dollars. Dus dat moet doorgaan, dat die dollars deelt op de markt en dat deelt op de prijs van land die potie. Maar zolang je geen voldoende dollars hebt, dan blijf je deze problemen krijgen. Vice-president, en u volgt op social media, 60 jaar, vice-president Ronnie Brunswijk, 54 is Riffy. Nou, 60 is van die, ik ben vrolijk. En is dit mijn boom day? En ik hoop dat mijn Asana zo door. Mijn vier boom, mijn naam Lee en aandacht bij die. Ik heb zoveel telefoon gehad, zoveel. Je hebt me zo'n ding aan de bromtjes aan kiezen, zoveel. Dus aandacht bij die. Maar ik vond het ook een heel goede dag. Mijn vier gevallen boom. Ervaring van 60. Maar ja, je ziet het. Je hebt pas 60 vrienden te gaan.
je troon AOV, je go Rusno, je go Manu. Als je zegt, dan hoe pas je op je Jimmy? Wat zou je dan aan AOV, VP? Dus nou, je kunt niet stoppen. Hoe die man moet ook doorgaan. We moeten blijven om het volk te blijven ondersteunen. En het volk die zich verkeerd op Amoro heen niveau. Dus dat moet je bezig doen. Dus aan al mijn 60 jaar, maar probeer ik het door. Maar ik bedoel te vragen, u gaat die AOV ontvangen. Gaat u dat geld ontvangen? Doneren? Nee, het is mijn geld, het is mijn AOV. Waarom moet ik het gaan doneren? Ja. Dat moet ik nog doneren. Mijn AOV moet ik ongeveer mijn schrijfje. Money sam of mijn schrijfje kan doneren, maar mijn AOV is van mij. Dat is uw recht? Dat is mijn recht, ja. Als u een bepaalde kritiek bij de vice-president, een indruk bestaat, like u hoort een biggie feest, ondanks COVID-19? Dus maar team, dat heb ik maar in ieder geval. Ik heb rekening gehouden met COVID, maar u weet het, mensen gaan komen. Daarom heb ik gezegd, mensen kunnen komen, 50 mensen tot 60 mensen kunnen binnenkomen. En die, als je die setting hebt gezien, dan zie je dat alles 2 meter, 1 meter zoveel, netjes voor 60 mensen. Ja, die 60 mensen heb ik duidelijk gezegd, mensen, jullie blijven 1 uur lang. Dus het is meer dan genoeg om te feliciteren. En wanneer die even heeft gegeten, mooi, de wandering was aan niet. Dan gaan die weg en dan komt het. Dus zo is het georganiseerd. Dus wie nog maar boosje wandelde, dan was het achter mijn poort. Of verder, die straat was afgesloten zelf. Dus dan komen 50 mensen binnen, 60. En wanneer die eruit is, komen die anderen. Dus dat ding was heel goed georganiseerd. Dus daar niet van. We hebben rekening gehouden met COVID. Ik heb die mensen ook gezegd. Ja, maar we zien dat u het volk nu in de spanning houdt. Want die tak van biggie verrassingen komt. Meneer Sabi. Ik vind dat verrassing, dan kan je niet zeggen wat de verrassing is dan. Pepe, dit is maar voor Brokopondo en Jarosu, want de mantaki die opwaans kroon naar Marwina, die opwaans kroon naar Para, en de mantak de mij vraagt die ik af, wat je wat dat ze voor opwaans scholencampus ook toe. Dus in ieder geval, laat me je duidelijk zeggen. Het is een beetje duidelijk dat precies als een campus dat bij opwaans Atjoni. Dus dat zou zijn voor die kinderen daar. Dat doen we sinds 2005. We beginnen aan Adinki. We zijn pas eigenlijk Udena Makti, echte Makti, pas 67 Muno. En Brokopondo af denkt dat we voor dit ding. Ja. Waar die ontwikkeling moet gaan, gaan we naar daar brengen. Ook West-Suriname? Overal. Landelijk gaan wij werken. Ja, natuurlijk, de achtergestelde gebieden gaan we eerst aanpakken. Dus ik heb met minister Pocky afgesproken hoe konden we projecten ze moesten doen. Kijk maar, weinig ken ik Sabin Vivinga. Als je zegt wat moet daar komen, weet ik precies wat daar moet komen. Maar als je me zegt wat moet komen in Brokopondo en zo, moet mevrouw Pocky me zeggen. Dus ik heb ze opdracht gegeven, welke projecten kunnen we hier uitvoeren voor die mensen. Ja, er is ook een school, ik denk een Milo school, die is niet helemaal afgebouwd. En dat gaan we zelf aanpakken. We hebben al toestemming van onderwijs gekregen om die zelf aan te pakken. We zijn ondernemers daar en nog ondersteuning van mij gaan, dan gaan we die school aanpakken zelf. Dus Brokopondo, Sipaliwini, waar dan ook, die komen aan de beurt. Is dat, ik ken Marowijnen op je vingers. Ja. Wat moet komen in Marowijnen dan? Nou, wat de basisdingen heb ik al hier genoemd, elektrificatie naar die dorpen. Dat is al in voorbereiding tussen Mungo en Albina. Heeft al water en elektriciteit. En dan gaan we door naar die andere dorpen. En waar komt die voetbalschool? Die komt daar, zelfde complex van waar die campus is. De straat.